Dit is Flevoland van zaterdag 4 maart. Wij lossen het CO2-probleem wel op. En dat doen ze met het planten van bomen. Op twee locaties konden vandaag gratis bomen opgehaald worden. In Almere en hier in Zeewolde. 10.000 kleine bomen. Het is een actie van Meer Bomen Nu om de provincie Flevoland groener te maken. Meerbomen.nu is een organisatie waarmee we zaailingen redden door het hele land. En die delen we aan het eind van het seizoen uit. Gratis aan iedereen die zijn tuin of zijn erf wil vergroenen. Honderden Flevolanders kwamen vandaag boompjes halen. Druk was het ook hier bij burgerboerderij Oosterwold. Wij komen hier wilgentakken halen. 3 groepjes van 3. Die gaan wij planten vandaag. We hebben een tuinplan gemaakt en dit zijn zo'n beetje de laatste bomen die we erin moeten zetten. We hebben hier vooral wilgen, berken, maar ook eiken, vlier, elzen, ja, van alles. De meeste bomen overleven het niet. Ze staan te dicht bij het pad of krijgen te weinig licht. Wij doen mee omdat we het een hele mooie manier vinden om verbinding te maken. De wereld wordt er een stukje groener van en we leren gewoon ontzettend veel mensen kennen. Ja, waarom niet eigenlijk? Heb je er wel plek voor? Ja, we hebben heel veel plek. We hebben een erf van 5 hectare. Ze hadden mooie grondwallen waar we ze konden inkuilen. En achter mij is een sloot waar ze mooi de wilgen mooi nat gehouden konden worden. Dus ja, perfect. Er kwamen veel mensen uit de omgeving langs om bomen te halen. Heel veel mensen uit Oosterwold komen bomen halen. Die hebben vaak grote kavels. En die willen ze volplanten met allemaal mooie groene bomen. Hier zijn ze gratis. Nou, dat helpt enorm mee. De aantallen zijn er. Dus zo doen we samen de wereld een beetje groener maken. Ja, is een mooi doel. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik er niet alles van weet. Ik ben in die zin een beetje volgend. Maar in zijn algemeenheid kun je daar weinig op tegen hebben. Als je er nou voor moest betalen, had hij ze dan ook gehaald? Ja, denk het wel. Ja, zeker. Ja, dat zou inderdaad kunnen. ik vind Meer Bomen Nu wel heel interessant dat het eigenlijk gemeenschapskracht bij elkaar brengt. We samen oogsten, samen hier opslaan en ook weer uitplanten, dat iedereen dat samen oppakt. Ja, als je dat met elkaar doet, kun je het ook gratis houden. Die bomen worden gratis uit het bos gehaald. Dus ja, waarom zou je ook verkopen dan? Eerlijk gezegd denk ik dat er vele manieren zijn om de doelstellingen van de natuur te halen. Dus vandaar dat ik ook elektrisch bus ben gaan rijden. Is het voor herhaling vatbaar? Zeker, ja. We gaan volgend jaar door in de hele provincie. Dus we hopen dan ook meer bomen op meer plekken te kunnen aanbieden. Om het een nog groter succes te maken. Mooie violen, vaste planten, biologische kruiden. De gemeente Almere en ondernemers uit Haven sloegen de handen ineen en organiseerden vandaag de eerste editie van De Groene Haven. Een biologische markt extra. Bezoekers konden er kennis maken met lokale makers. Die gaan we hier samenbrengen, laten proeven, ontmoeten. We gaan wat workshops, dingen organiseren. En om te laten zien dat er echt heel veel goede, leuke producten uit de buurt komen. Waarmee we de korte keten kunnen supporten, duurzame levensstijl. En als we allemaal een beetje gezonder van worden, is het ook een mooie bijeenkomstigheid. Wat is het? Dit is een pot chicken wrap. Dat is met rucola en een sweet chili saus. En dan heb ik ook nog een carpaccio wrap met honing mustard saus en pijnappels en carpaccio wrap. Oké, dankjewel. Eet smakelijk. Elkaar ontmoeten en verbinden en je laten verwonderen wat er allemaal te doen is. Wat er te proeven is. En je ziet dan ook de mensen achter het product. Ik denk dat het ook heel leuk is als je ziet hoeveel liefde, tijd, energie erin zit om iets moois te maken. Het zijn kaas, het is een wijn. We hebben een lekkere bakker, we hebben mensen met honing. Er is van alles. Er zijn mensen die kunnen je adviseren over energietransitie. Er is hier van alles. De rode druiven die komen op de groene velden in Lelystad. En de witte druiven die komen van de Elandweg in Lelystad. Ik vind het toch altijd heel leuk dat mensen heel verbaasd zijn. Uit de buurt, wat grappig, dat wist ik niet. Dus als mensen hier elkaar ontmoet hebben, of de producenten, dan kunnen ze op een dag zelf naar de winkel gaan om het te halen, of naar de kaasboer, of naar de wijngaard gaan om kennis te maken, om zelf in te kopen, of dat soort dingen. Is het lekker, mevrouw? Mm-hmm. Nou, het leuke is dat er een heleboel producten uit de omgeving zijn. Dat is altijd wel aardig natuurlijk. En dat is ook heel goed voor het milieu en alles ook. Lekkere kaas. En lekkere kaas. Natuurlijk. Ja, het is wel heel goed dat er zo'n evenement is. Zeker om naamsbekendheid te krijgen. Maar ook om mensen kennis te laten maken met plantaardig eten. Heel erg lekker. Heb je het al geproefd?
De eerste editie van de Groene Haven viel duidelijk in de smaak. En over 3 maanden is de volgende. Nou, we gaan eigenlijk met de natuur mee, dus met de seizoenen. Dus dit is dan een beetje de lenteversie. We gaan straks naar de zomer, dan hebben we de herfst en de winter. Dus het productaanbod zal dan ook veranderen. Dan leer je ook wat er allemaal te krijgen is in de verschillende seizoenen. Het is leuk als er nog meer reuring is. Dus ook meer activiteiten die georganiseerd kunnen worden. En dat er meer geproefd kan worden. Dus ja, we kunnen voorlopig nog groeien. Almere City in het rood-zwart gisteravond op visite bij FC Dordrecht, dat 1e laatste stond in de keukenkampioendivisie. Almeerders die derde staan moesten winnen om druk te houden op de bovenste 2 plekken, PEC en Heracles. En bovendien zouden de Almeerders bij winst nog volop in de race blijven in de strijd om de 3e periode, die volgende week tot zijn climax komt. FC Dordrecht krijgt hier na ongeveer een kwartiertje spelen een vrije trap na deze vermeende overtreding van Steyr Racing. Gevaarlijk plek hier in ieder geval. Ja, die Schuurman achter de bal. Die knalt de bal huizenhoog het stadion uit. En dat is een prestatie aan zich. FC Dordrecht getraind door oud-Almere City trainer Michele Santoni. En bovendien met oud-Almere City aanvoerder Tim Reserveur in de basis. Reserveur maakte in januari de overstap omdat hij op weinig speeltijd kon rekenen onder Alex Pastoor. Thuisploeg was in de openingsfase wat dreigender. Zonder echt heel gevaarlijk te worden. Hier het kopballetje van Pepijn Doesburg. De keeper Noordin Bakker kan die bal rustig oprapen. Almere tot dan toe nog helemaal niet gevaarlijk. Tot dit moment, halverwege de eerste helft, met deze prima aanval over rechts, over meerdere schijven. Akuyobi wordt uiteindelijk de 16 ingestuurd. Die stuit op doelman Bossin. Maar in de rebound is het Anthony Limbombe die er als de kippen bij is met de 0 tegen 1. Net als vorige week tegen Roda is Limbombe weer trefzeker. Na die mooie aanval die werd opgezet via rechtsback Akuyobi. Ja, zeker, zeker. Een training al een paar keer geoefend. En gelukkig is hij nu mooi gevallen. En na die openingstreffer Almere volledig in controle aan de Krommendijk. Met Steyr Racing. Die mag de 16 in. Maar uiteindelijk ligt doelman Bossin in de weg. Almere is continu op de helft van de tegenstander op zoek naar die tweede treffer. Met Jochem Ritmeester van de Kamp. Pascu, maar niet de 0-2. En zo lieten de Almere's het na om al voor rust afstand te nemen van FC Dordrecht. We hebben enorme controle gehad en we hebben wel vergeten om een tweede en een derde voor rust nog te maken, terwijl het overwicht daar wel om schreeuwde. Dan de tweede helft met die minimale marge nog altijd van maar 1 doelpunt, waarin Almere niet meer hetzelfde niveau kon brengen als voor rust. Met hier het rolletje van de Spaanse linksback Manel Royo. Na een uurtje spelen kwamen Jeremy Hilterman en Milan Corijn bij Almere in de ploeg voor Limbombe en Pascu. Het kansje hier direct voor Jeremy Hilterman. Het is een lastige zo uit de draai. Dordrecht eigenlijk helemaal niet gevaarlijk. Weer Almere met Duivenstein op Ritmeester van de Kamp. Die kapt, maar stuit op Bossin. Daar waar hij misschien gewoon de bal had moeten teruggeven aan Duivenstein. Nog altijd 0-1 en dus leeft Dordrecht nog altijd in de slotfase. En dan kan hij zomaar vallen. Het schot is er van Touré, maar doelman Noordin Bakker kan klemmen. Extra tijd inmiddels en dan is het toch nog even billenknijpen hoor voor de Almeerders. Dordrecht komt nog tot de voorzet en de kopbal. Maar ook hier wordt Noordin Bakker niet zenuwachtig van. En zo bleef het uiteindelijk 0-1 aan de Krommendijk. Boeken de Almeerders alweer hun 4e uitzege op rij. En de Almeerders pakken bovendien de koppositie in de 3e periode. En jullie denderen lekker door, hè? Ja, zeker. Het is, zijn hele belangrijke punten. Vraag me niet hoe, maar we doen het weer. Goed was het niet, maar dan maalt niemand om bij jullie, denk ik. Nee, ik denk dat een van de dagen het belangrijkste het winnen is. En dat, als we dat blijven doen, dan komt het goed. Ja. Vooral de 2e helft hebben wij totaal niet gevoetbald. En dat moet sowieso beter. Maar het is wel lekker dat je weer een 0 houdt en wint. We hebben niet die 2e helft doorgevoetbald en de tegenstander helemaal stuk gespeeld. Want ik had het idee dat er bij hun voor de rust al 3 of 4 omkukelden. Nou, en daar moet je veel meer gebruik van maken. En die killersmentaliteit die gaan we ons in de komende 11 wedstrijden nog eventjes eigen maken. Je wint, wederom dus. En je doet goede zaken. De 3e periode, dat heb je gisteren al aangegeven, daar kijk je niet heel erg naar. Maar ja, die komt wel steeds dichterbij, hè? Ik denk dat jij met buitengewone belangstelling eventjes maandag naar ADO Heracles gaat kijken. Ja, ik ga zelfs naar het stadion toe. Want of ADO nou wint of Heracles,
Het levert ons altijd iets op. Ja, je hebt het, ja, misschien zou wel het mooiste zijn een gelijk spelletje. Dan kan je en inlopen op Heracles en thuis eventueel die titel pakken. Een feestje is altijd leuk, zei je gisteren. Zeker. En het is toch een mooie tussenprijs, zal ik maar zeggen. En tegelijkertijd, als het niet gebeurt, dan is het ook in ons voordeel. Want dat betekent dat we de ingelopen achterstand op Heracles vasthouden. Dus wat er ook gebeurt, we kunnen er een glaasje op drinken.